Ik ga hem even opnemen, ook voor later gebruik, zullen we zeggen. Oefenrace. Daar is mijn oefenmax weer. Die is er weer hoor. Even terugkijken. Ja, ik maak ook een beetje een foutje natuurlijk. Want ik blijf achter hem en hij touwt me er niet echt af. Ik lig gewoon een dons. Maar oké. Even kijken hoor. Even kijken. Recommended is 36 liter. Dan pakken we dat maar. Ja, dan maak ik er 40 van. Op die bumper ook, hè? Do not damage, not paid for. Ja. Yeah. Thanks, Dix. Ja, yeah. Yeah, nice. Really nice. Even naar bedje toe. It's fine, mate. It's just a scrape. Ben zo terug. Toby, ben zo terug. Yo, yo. The track temp is 29. The air temp is 21 Celsius. Deze is even laag zetten. Het cruise verdraaien. Zo. Net op tijd. Kijk, 38 liter pak ik dan. Wat heb jij aan bandendruk? Ik heb 28,5, 24,7, 25,6, 24,8. Ik heb 25,3, 24,2, 25,3, 24,5. Veel lager joh, echt niet. Zit ik op 6, ik op 26,5, rondom. Ja, 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 ik ook. 26,5, 26,7 zo'n beetje. Wonderlijk, hè? Bizar, ja. Ja. Heb je iets met brake ducts gedaan? Nee. Ah, ik ook niet. Ik denk 4-4-4 staan ze, geloof ik. Oké. Okay. Ik zie dat onze zwervende Lambo, meneer Raats, iets van een heel hoge ping heeft. Ja. Nou ja, we gaan het merken. Geen opwarmonden zie ik. Nou, dan heb ik aan 38 liter meer dan genoeg. En ik aan 40 dan zeker. Ja, kan niet anders. Dus even kijken wat de inhaalpuntjes zijn. Dan heb ik het wel aardig in de smies, denk ik. Ik heb nog geen, wel de off-tracks. Maar nou ben ik benieuwd naar de track warnings. Ja, nou, daar heb ik net al een paar van gehad. Een beetje de grens opzoeken. Ja, met track warnings krijg je natuurlijk alleen in de race. Ja, net in die race toen ik waarin op 100 leed. Oh ja, ja, dat is waar, ja. Ja, ja, ik heb ook een paar honderd leed. Alleen links naast de baan al. Go, go, go! Go. Left side, clear left. Left side. Oh, three wide. Clear left. What a good idea. Car right. Hold your line. Clear right. Zo, dicey. Still there. Clear left. Right behind you. Alright Toby, decent start. We can build something from here. Oh, onderstuur, what the hell? Ja, handel is nog een beetje koud.
Ja, dat is een warning. Dat is een... Dat was een track cut, hè, daar zo. Jij of ik? Nee, ik. Oké. Okay. Deze niet eens. Nee, je valt er wel mee. Bij de meeste moet je gewoon één band op het rood-wit houden. Ja. Bij de eerste bocht in ieder geval kan je op het groen blijven. Apertje kwijt. Ah. Zo, ik verlies hem even bijna over die curb. Ja, ik zie het. Slecht rempunt, man. Amateur. Pay attention to track limits, please, Toby. No time gained, no shit. Uitkomen bocht 1 heb ik gehad, hè? Ik snap die alleen niet helemaal. We gaan kijken straks. Bocht 2. Jeetje, wat is dit? Heb je eerder met meer brandstof gereden? Ja. Oké. Okay. Nou, dan is dat het niet. Nee, ik deed niet 40 liter de hele tijd in die training. Een gaatje met wat er achter me zit. 3 seconden nu. Reactor meters ahead is now 2.4. Sector 3 is clear. Red closing the gap. It's now 2.4 seconds. Ja, zag het. Green flag, you're clear. 32.9 neergezet weer. Dat is bemoedigend in racecondities. Met de S naar boven hier. Wat zei je, sorry? Ik kan met de S naar boven hier. Ja, ook wel een beetje. Beter, slechter? Slechter. Ja, die heeft nog minder grip aan de voorkant, hoor. Ja, ik vind het met de Mercedes echt wel meevallen, grip aan de voorkant.
Hij heeft hoogstens dat hij naar buiten wil duwen als je echt gas geeft. Dan moet hij accelereren naar bot. Maar voor de rest vind ik het echt reuze meevallen. Laatste bocht, eerste of tweede? Okay, snelling. De next car is Peters. Tweede. Okay. Ik lijk een fractie sneller te zijn als ik afmeet is 1, maar dan short shift naar 2. Ik geloof dat iemand die eerder gespint is nu ineens bij me terug is. Die is wel heel snel ineens. Nice. Clear left. Okay, Toby. Hold your nerve. Just keep it smooth. No mistakes. Right side. Hold your line. Clear right. Come on, mate. Defend your position. The guy ahead is red. You pull away from the guy behind. The gap's now 0.8. Ja, als ik die laatste bocht afpas is 1 en dan als short shift meteen naar de tweede, dan pak ik hem sneller. Dan win ik het tiende. Sixth place. Okay. I'll try it. M2 op de baan. Hoe kunnen? 10 minutes to go. That's 10 minutes left. You're halfway home. Fuel it. Far left. Hold your line. Clear left. No, don't panic. Ook aanremmen achterste rechte stuk. Daar kun je ook heel ver buiten de baan heen. Slower car ahead. This guy's their class leader. All right, clear right. Right side. Still there. Clear right. Links en rechts ingehaald nu. On your right. Clear right, right side. Ja, joh. Clear right. We just had a warning for cutting the track.
nice. Als het achter mij heeft gekwalificeerd, dat rijdt me ineens om de oren. Hold your line. Maar ik las er lekker langs. Ligt het aan jouw snelheid? Ja en nee. De next car is Nielsen. Ik merk wel als ik verdediging probeer te rijden dat eigenlijk verkeerde doet. Beter maar gewoon de racelijn houden. Ik zeg maar dat mijn frontbrakes erg heet worden. Heel last van. Nee, ik merk er ook voor de rest niks van. Hij vertelt hem alleen. Kort. Zijn gewoon groen. Heel extreem over de exit curve gaat bij die snelle chicane bijna aan het eind, dan gedraagt de band zich nog aardig goed. Mm-hmm. Het is niet dat hij helemaal zenuwachtig wordt, weet je wel. Nee, ik zie net een auto, een Lambo voor me eroverheen stuiten. Die hield hij maar net. En ik kan er toch wel la overheen rammen.
Het is niet aan te raden om het 6 uur lang te doen, maar... Ja, je moet me wel een beetje ruimte geven, vriend. You got 10 minutes of fuel remaining. Hey, Toby, ik hier. Hey, jij hier. Ja. The next car is Peters. Jo. Clear left. Spanning links is ook te hoog, 26,9. Ja, we hebben het gemist. Ja, bij mij zijn ze nou juist weer te laag. Ja, dat klopt. 26,2 all around. Maar daarnet dus niet, hè? Ja, maar dat blijft ook een beetje vaag in ACC, dat je... Ja, ik bedoel hier, zeg maar, hier bij deze chicane. Ja. Als je dan heel wijd gaat, dan... Je kan er echt gewoon vol overheen banjeren zonder dat hij gelijk wegstuitert. Ja, maar ook die binnenkant. Daar kan je ook redelijk overheen rammen zonder wat te doen. En nu kreeg ik een warning. Bocht 1. Ik niet, en ik zat nog verder. Hier krijg je het niet, hè? Hier is track limits, no time gate. Drive to, we've done it. Haha, goed zo. Ja, daar ging het dan om. That'll teach him. Ik wil weten hoe ver ik ga. Kan gaan. Kijk, pak nu vol die binnenkant. La la la. Ja, maar dat gaat best, toch? Ja hoor. Vindt me niks, maar... Hij gaat ook niet stuk. Ik heb een DT en twee trackruns alweer. Left side. Clear left. Dive for. On your right. Hold your line. Hoef je? Was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik miste gewoon compleet het rempen. Nou, ik had het wel waarderen hoor. Zolang je elkaar niet raakt, vind ik het allemaal prima. Nee, precies. Ja, maar daar heb ik ook jou voor nodig. Kijken, setup, setup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3.
Leuk. Ik vind het een fijn trekkie. Doen we nog één? Nee, ik zweet er kapot. Het is echt heet hier. Ja, logisch. Nee, ik kap daar ook mee dan. Alright, maar was alweer lachen. Dus er zijn op veel punten, meer punten dan je denkt, heb je toch wel heel snel een track warning te pakken. Ja. Uitkomen rechterstuk, ja. Achter rechterstuk. Ik reeg er ook één uitkomen rechterstuk of opkomen rechterstuk, laatste bocht. Ja. Eentje uitkomen bocht 1. En waar was die laatste nou? Gek genoeg uitkomen bocht 2, waar je heel de herpin uit, waar je ook eens heel wijd kan gaan. Maar daar krijg je dan alleen een off-track voor en geen dinges. Ja. Gek genoeg. Ja, het is maf, want ik kreeg er dus eentje achter op het circuit. Zeg maar die, dat stukje backstraight, dan het knikje en dan die lange doordraaier naar links. Ja. Ja. Dan miste ik mijn rempunt, ging ik buiten de baan, nou, dan verlies ik gewoon 2 seconden. Ja. En dan krijg ik nog een warning ook. Ja. niet echt dat ik daar tijd win, zeg maar. Nee. Raar. Maar goed. Nou, Toby, ik spreek je van de week nog wel even. Yes, komt goed. Ik ken van de week ook nog wel even trainen, denk ik. Ja, ik denk het ook wel her en der. Zeker dit soort races kun je makkelijk even tussendoor pakken. Ja, toch? Ja, je moet even onthouden die pommespuurde. Ja, pommespuurde inderdaad. Dat is Duits voor iets met aardappel, something, denk ik, toch? Nee. Ja, of appelmoes. De aardappelboer of zo. Aardappelboer, zou dat kunnen? Pommes is appel, pommes toch? Ja, nee, pommes is friet. Het is gewoon van patat. Aardappel. Patat. Ja. Een patatzaak. Ik vind het goed. Pommespuurde mini. Weet je maar. Pompelmoes. Nou. Betaalt hij het. Pompelmoes. Maar wat is pompelmoes? Appelmoes, maar dan niet. Geen idee. Nou weet ik nog steeds niks. Nee, inderdaad. I left more confused than I already was. Zo is het. Ik spreek je van de week. Yes, wordt vervolgd. Fijne avond. Hoi hoi. Yes. Hoi.